De voorlaatste speelronde in de Eredivisie. Sporthal De Opgang is het decor voor de clash van Noord-Holland. Oftewel Hovo Kubo tegen FC Malene dichtbij.nl. Twee ploegen die al geplaatst zijn voor de play-offs, maar het gaat wel om de prestige, om de eer van Noord-Holland. De eerste ontmoeting dit seizoen eindigde in 3 tegen 3. Met Hovo Kubo de thuisploeg in het blauw. En dit is de eerste geweldige aanval. En meteen de kans voor Dennis Selbach, die hier toch een aardige mogelijkheid krijgt om tegen zijn oude club te scoren. Van Leeuwen. Uitstekende bal op Modari. En bij de Bos naar de bal toe. Het is een hoekschop voor de thuisploeg. En de toon is gezet in de eerste paar minuten van deze wedstrijd. Hoekschop. En daar is al de goal. Daar is de goal voor Amir Molkaray. Hij maakt zijn 21ste van het seizoen. Op aangeven van Modari. Het is niet aan hem te zien dat hij last heeft van zijn liesblessure. Uitstekende corner. En een prima openingsgoal voor Amir Molkaray. FC Malene moet iets terug doen. Met Amrani. De bal gaat lekker rond op de helft van de tegenstander. Op zoek naar bijvoorbeeld Hofkamp. Amrani. Hofkamp aan de andere kant. Daar is hij. De topschutter van FC Malene. Dit is een lekker schot. Malene moet op zoek naar de goal. Amrani. En balverlies. Daar is Severin Jansen. Jansen die is snel en hij scoort. Nog voordat de eerste helft halverwege is, staat Hovo Kubo op een 1-0 voorsprong. En kijk eens wat een snelheid Every Jansen heeft. En hij haalt genadeloos uit. 2-0 voor Hovo Kubo. 2-0 de voorsprong en het loopt allemaal voorspoedig voor de thuisploeg. Molkaray gaat hier voor zijn tweede van de wedstrijd. Het schot gaat ver over de goal van Rozenbeek. De thuisploeg moet het doen zonder de geschorste Jeroen de Groot. En dit ziet er weer uitstekend uit bij Hovo Kubo. Met weer een hele aardige aanval. Dit keer is het Every Jansen. FC Malene. Daar met Amrani. Probeert de bal weer terug te krijgen. Gevecht op de achterlijn. En daar is kennelijk iets geroepen omdat er een hoekschop werd gegeven. Sander van Dijk krijgt een rode kaart. En moet van het veld af. Van Dijk naar de tribune, dat gaat hem ongetwijfeld een schorsing kosten. Volgende week wellicht al in de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen. Amrani. FC Malene moet op jacht naar treffers, op jacht naar doelpunten. En ja, dit was er zomaar één met Lars Wijstra voor de goal. Toch een aardige kans. Maar andermaal wordt er niet gescoord voor de ploeg van Allan Jagdelsing. De nummer 1 in de reguliere competitie. Heeft een puntje nodig om op de eerste plaats te eindigen. De rebound en meteen die snelle uitbraak aan de kant van Hovo Kubo. En dan is het rust. De klok staat op 0 na 20 minuten in deze derby. En een fantastisch begin natuurlijk voor Hovo Kubo, de nummer 3 in de reguliere competitie. FC Malene moet aan de bak, maar het is toch echt weer Hovo Kubo. Fantastische bal daar richting Amir Molkaray. En een enorme kans voor Modari om ook de derde te maken in de eigen sporthal, De Opgang. FC Malene. Mooie aanval met Hofkamp en het schot van Amrani. Van richting veranderd en dus geen goal voor het team van Anand Jagdelsing. Die de meeste punten pakt in de Eredivisie in uitwedstrijden. Weer een goede aanval. En weer Amrani die wordt bediend. Maar weer slaagt FC Malene er niet in om te scoren. Tot dusver 102 goals in de competitie, waarvan 44 in uitwedstrijden. Dat is nogal wat. Weer een mooie aanval met Molkaray. Lekker schot. En Peter Rozenbeek redt prima. En dan in één keer de andere kant op. En daar is dan de actie van Van Leeuwen. Ronald Van Leeuwen. Puikoptreden van de beide keepers. En een heerlijke kans weer voor de topschutter van Hovo Kubo. Mooie aanval. Mooie aanval. En Dari. Dari komt niet voor de tweede keer in balbezit. En dan is er gefloten. En is er een gele kaart voor de man die vanmorgen nog bij de fysiotherapeut zat. Moest behandeld worden aan de lies. Dat was de vraag of hij kon spelen. Volgende week is hij er in ieder geval niet bij. Hofkamp. En een heel aardig schot van Dennis Selbach. Opnieuw een grote kans voor Selbach tegen zijn oude clubje. Schot van afstand. Kan het nog voor FC Malene? Dat is de grote vraag. Hofkamp.
Probeert het veel en graag. En ja, deze gaat erin. Het is Roy Huisman die weet te scoren op aangeven van Sander de Zwart. Daar de goede controle. Ja, Selbach bouwt. Want het is in één keer 2-1. De Zwart met het voorbereidende werk en dan de laatste seconde. De laatste seconde van deze wedstrijd. En bijna nog de 2-2 zeg. Jongen. En zo eindigt het duel in de opgang. De Noord-Hollandse derby in 2-1 voor Hovo Kuzak.